Hoi iedereen, welkom. Ik ben Lenny en dit is de video voor de volle maan van komende woensdag. 13 juli. We hebben een volle maan in het teken steenbok. We hebben ook een supermaan. Dat wil dus zeggen dat de maan iets dichter bij de aarde staat dan gewoonlijk, waardoor haar energie sterker kan gevoeld worden. De zon staat nog steeds in het teken kreeft, dus we hebben ook die waterenergie. Ik had al eerder wat geschreven hè, over de algemene energie van de volle maan in steenbok. Mocht je de link hebben gemist, ik zal deze ook onderaan deze video nog een keertje plaatsen. Sowieso deze volle maan biedt ons zekerheid, een stukje veiligheid. Zet ons met onze voetjes stevig op de grond. Zodat we vooral ons bewust worden van onszelf, van ons kunnen. Het thema is vooral vertrouwen. Vertrouwen hebben, vooral naar de toekomst toe. Hetgene wat we nu ondernemen, dat we daar voor de volle 100% gaan achterstaan. Dat we ook gaan vertrouwen op onszelf, gaan geloven in onszelf. En ja, voor mij deze volle maan in steenbok is toch een stevige volle maan. Maar dan vooral eentje die ons een heel stevig, fijn gevoel kan geven. En dan kan het zijn dat we op een heel andere manier naar onszelf gaan kijken. Want toch niet vergeten, de zon staat in kreeft. Dus we hebben altijd die emoties. Dus dat kan zijn dat er toch nog heel veel gevoelens spelen. Dat we heel veel kunnen gewaar worden. Dat we de dingen ook heel anders kunnen gaan ervaren. Maar dat we wel afstand kunnen nemen. Afstand kunnen nemen van gevoelens of wat de dingen nu net met ons doen. Dat we ons niet te snel laten meeslepen. Dat we heel beheerst kunnen blijven, heel dicht bij onszelf kunnen blijven. Zeker als het gaat om emoties of gevoelens of energieën van anderen. Of vanuit bepaalde situaties. En dat geeft ons eigenlijk de kracht om de dingen eigenlijk heel sterk, stevig, maar ook op een heel heldere manier te kunnen bekijken vanuit een bepaalde waarheid. Dan zijn we in staat om echt te zien hoe bepaalde zaken lopen, wat de bedoeling is misschien van bepaalde zaken in ons leven, hoe we daarmee verder kunnen. Okay, ik ga niet te veel uitleg nog geven rond de energie algemeen. Dat zal ik misschien in de vervolgvideo doen, binnen enkele dagen. Maar voor nu, ik wil toch graag de kaartjes erbij halen. Ik heb gekozen alweer voor de Tarot van het Goede. Ik vind het zo'n mooie kaarten, heel sprekende kaarten. En ze geven ook telkens een zeer positieve boodschap. Nu, misschien nog even meegeven, ik doe nog een aantal korte persoonlijke readingjes, videoconsulten deze week. Maar ik zal deze wel wat meer verspreiden, omdat ik nog aan het inhalen ben. Dus wie nog wacht op een reading of een persoonlijke video, weet dat ik daarmee bezig ben. Gebeurt alweer gewoon veel in mijn leven. Dus ik probeer tijd te nemen om met heel veel om te gaan. Nu, ik heb hier wel een fijn gevoel bij, in die zin dat ik, en ik hoop dat jullie dat ook voelen, dat jij telkens toch een stukje sterker wordt. Dat je steeds beter met bepaalde dingen leert omgaan. En ja, ik heb ook het gevoel dat de energie ons die kans geeft hè, om gewoon eens helemaal anders met iets om te gaan. Zodanig dat wij misschien een beetje meer het gevoel hebben dat we de controle hebben. Of dat het eerder stap voor stap gaat, waardoor we het gevoel hebben dat we naar iets toewerken. In plaats van dat het ons allemaal een beetje overvalt of dat het heel plots gebeurt. Hè? En dat is wel de energie van steenbok. Hè? Meer het stabiele, standvastige, een beetje plannen op langere termijn. Ook steeds meer de dingen zien aankomen. Dus dan ben je een beetje meer voorbereid. Maar hè, wat de persoonlijke consulten betreft, zeker de videoconsultjes. Ik zal iedere dag kijken naar hoeveel video's ik kan doen. Dus mocht je jouw voorkeur uitverkocht zien staan, kijk dan zeker de dag of twee dagen nadien nog een keertje terug. Oké.
Ik wil jullie natuurlijk ook bedanken voor jullie steuntjes, jullie donaties, jullie likejes, jullie reacties. Heel fijne berichtjes gekregen, ook persoonlijke berichtjes. Dus ja, het doet me heel veel plezier. We gaan eens kijken. Volle maan in steenbok. Basisenergie. Oké, dat is een heel duidelijke kaart. De koning van aarde. Ja, aarde-energie. Steenbok is uiteraard aarde-energie. Ja, dit is voor mij de kaart van overvloed. Dus er komt heel veel naar ons toe. We kunnen ook een gevoel van ruimte hebben. Een gevoel van, ja, van aanwezig zijn. Ja, voor mij is dat ook heel bewust aanwezig zijn. Nu, ik heb de indruk dat deze energie ons ook helpt om dingen te overwinnen. Dus dat we ergens die kracht voelen, dat we minder bang zijn of dat we ons minder onzeker gaan voelen of kunnen voelen. Waardoor we makkelijker over bepaalde dingen heen stappen. Of dat we misschien ook makkelijker beslissingen kunnen nemen. Omdat we misschien ook minder bang zijn om tekort te komen of om bepaalde dingen te verliezen. Dus het is een heel sterke kaart, hè, die koning van munten. Ja, die geeft aan dat we zeer stevig kunnen staan met deze volle maan. En dat we ja, die zekerheid en die kracht ook in onszelf kunnen voelen. Ja, en dan dat thema vertrouwen. Hè? Vertrouw erop dat jij die dingen gaat aantrekken die je nodig hebt. Die jou kunnen verder helpen. En dat is ook wat die koning van aarde wil meegeven. Van weet dat jij, als je je daarop focust, als je je daar vooral voor openstelt, dat je de dingen kan ontvangen die je nodig hebt of die jou inderdaad verder kunnen helpen. Ja, en dan ook zeker in deze tijd ook vertrouwen hebben in hetgene wat we op dit moment nog niet zien. Hè? Vertrouwen hebben dat de dingen op een goede manier kunnen verlopen. Dus focus je niet te veel op wat er mis kan gaan of wat er eventueel verkeerd kan gaan. Maar inderdaad, alweer hè, vertrouwen. Ik voel hier nog een beetje bij deze kaart ook. Ik weet niet of het een bepaalde spanning is. Het is alsof we met deze volle maan toch worden uitgedaagd om ergens overheen te stappen. Of iets wat ons in het verleden toch heeft tegengehouden. Om ja, ook vooral ja, inderdaad te vertrouwen op onszelf. En ik krijg daarbij ook het gevoel dat we daarmee ook iets definitief achter ons laten. Dat misschien kan zijn. Dat we kunnen kiezen voor onszelf of veel meer voor onszelf kunnen gaan kiezen. Ik krijg daar ook een beetje het assertievere gevoel bij. Het kiezen voor jezelf, jezelf op de eerste plaats zetten. Maar krijg je bij ook van, oké, alles wat jouw spanning brengt, alles wat jouw stress brengt, alles wat jou gespannen maakt. Je krijgt wel de kans om dat los te laten. Wij krijgen de kans om dat los te laten. Waar mag jij overheen stappen? Wat houdt jou misschien al een tijdje tegen? Of wat durf je nog niet helemaal aan te gaan? Het is een beetje, ik pik hier een beetje een vuurenergie op. Van, goh, wat mag jij nu gaan doen? Welke stap mag jij nu effectief gaan zetten? Maar dan vooral voor jezelf. Omdat het jou verder brengt of omdat het jou ergens overheen helpt. Ja, misschien komt er straks nog wat duidelijkheid. Zo meteen eens kijken naar het bewuste stukje. Wat we kunnen voelen of weten. Ook weer een zeer duidelijke kaart. De zes van water. Dus alle moeilijke stukjes, uiteraard in het gevoels. Het gevoelstukje, emotie. Ik had het daarnet al, hè, met de zon in kreeft. We gaan vanuit een bepaald gevoel inderdaad verder. Dus alles wat ons misschien verdriet heeft gebracht of op zijn minst een minder fijn gevoel heeft gegeven, laten we hiermee definitief achter ons. Ik denk dat we vooral voelen. Hè? Dan gaat het alweer over het voelen en je bewust voelen dat er toch meer mogelijk is. Datgene wat we achter ons hebben gelaten, dat ons net niet die mogelijkheden gaf. En dat we nu naar een tijd toe werken waarbij we veel meer ruimte krijgen, veel meer
veel meer kunnen gaan doen, krijg ik ook algemeen. Dus dat er heel veel ook in het algemeen, in het collectief en in onze maatschappij, dat er heel veel tegelijkertijd kan gebeuren. Hou bij deze kaart ook rekening, wat ik daarnet ook al aanhaalde. Heel veel gevoelens tegelijkertijd. Hè? Dat kunnen herinneringen zijn die naar boven komen. Hè? Dat je heel vaak aan vroeger denkt. Goh, probeer vooral hè, daar het positieve uit te halen. Alles wat je hebt meegemaakt, wat jou een fijn gevoel heeft gegeven, of bepaalde dingen die jou geraakt hebben misschien. Hè? Dat dat zaken zijn die jou toch hebben geholpen om verder te groeien. En dat wij eigenlijk nu klaar zijn om de dingen op een heel andere manier te gaan ervaren. En dat we vanuit dat gevoel, en dan krijg ik toch ook de indruk vanuit dat vertrouwen, ja, dat we kunnen gaan voelen dat er toch meer mogelijk is. Ik krijg hier een heel open energie bij. Alsof er iets, ja, dat heb ik al geschreven, hè, dat ik de indruk had dat er iets doorbroken is. En dat krijg ik hierbij ook. We zijn ergens overheen, ook hè, als collectief, als, ja, één groot in het grotere geheel. We zijn ergens overheen. En het kan zijn dat we de dingen ook... Dat we plots heel nieuwe gevoelens. Hè? Gevoelens die we nog niet kennen. Of dat we dingen gewoon heel anders kunnen gaan ervaren. Heel anders dan we gewend zijn. Ik kom er misschien straks nog even op terug. Eerst eventjes naar het onbewuste stukje. Voor mij zo hetgene wat zegt van oké, het is er al, maar we zien het nog niet of we voelen het nog niet. Waar mogen we nog wat meer aandacht aan geven? De kaart laat het op zich wachten. Oké, het onbewuste stukje. As van vuur. We zijn ons niet bewust van onze, ja, van onze kracht uiteraard. Hè? Onze vuurenergie. Hè? Het leven in ons. Dat wat ons een goed gevoel geeft. Dat wat we zelf kunnen. Hè? Dus vanuit onze eigen energie. Goh, ik vind dit een zeer mooie reading. Want hè, die kracht die straalt eigenlijk. Hè? Sowieso met die koning al. Dit geeft mij het gevoel dat we vanuit het zachte stukje in het gevoel aanwezig kunnen zijn, terug kunnen kijken op wat ooit is geweest, daar ook gewoon het accepteren van wat ooit is gebeurd en van daaruit ja, weer verder kunnen gaan. En dan krijgen we ja, die aas van staven die zegt van ja, er is een heel nieuwe energie. Het is eigenlijk geen nieuwe energie, hè? Het is een energie die al veel langer in ons zit, die we al heel lang in ons dragen, maar die echt nu pas naar boven wil komen, die we naar buiten mogen brengen, waar we iets heel specifieks mee kunnen doen. En ik krijg daarbij het gevoel dat we, ik had het daar net al over, hè, het doorbreken van dingen of het radicaal veranderen van bepaalde zaken. Daar staat de, vooral hè, de supermaan dan voor in Steenbok. Van ja, heel veel verandering, heel veel dingen die kunnen verschuiven. Maar dit is vooral vanuit onze eigen energie. Dat we kunnen terug naar de basis keren en aan onszelf de vraag kunnen stellen van oké, wat heb ik nog nodig? Wat laat ik achter mij? Waar ga ik mee verder? Wat geef ik nog meer leven? Hè? Wat geef ik nog meer aandacht in mijn leven? Wat kan ik verder zetten? Waar kan ik, vanuit welke energie kan ik verder gaan? We zijn ons blijkbaar niet bewust van het feit dat we al een tijdje in een periode zitten. Of dat is toch wat de kaarten zeggen. Hè? Dat we ons nog niet bewust zijn van het feit dat er heel veel oude stukken al zijn opgeruimd. En dat er gewoon ruimte wordt gemaakt voor iets nieuws. En dat is vooral onze eigen energie. Dus er wordt ruimte gemaakt voor wie wij zijn en wat we in ons dragen. En dat we nu pas eigenlijk... dat vuur hè, in onszelf, dat wordt aangewakkerd en dat we daar iets mee kunnen doen. Iets wat we naar buiten kunnen brengen, iets wat we kunnen laten zien. Goh, dat geeft mij toch een gevoel van transformatie.
Maar dan vooral, hè, wij die kunnen geïnspireerd worden, wij die gaan voelen dat er iets in ons in beweging komt, dat we zoiets hebben van, ja, daar kan ik iets mee doen. Of dat kan ik, daar kan ik misschien verandering in brengen. Dus dat we dat gaan voelen, dat we die verandering, heb ik trouwens ook al geschreven in het stukje, hè, die verandering, de mogelijkheden zijn er, maar het is wel aan ons om die stap te zetten. En deze kaart zegt dat we dat gewoon gaan voelen in onszelf, tot wat we in staat zijn, vooral wat we in ons dragen en ja, onze kracht daarin. Hè. De kracht die we hebben, de moed, hè. De kracht ook om door te zetten. Ja, een behoorlijk creatieve energie zou ik kunnen zeggen. Goh, creatief. Maar ik kom nog even terug op dat stukje. Ik had hier een beetje een gespannen gevoel hier nog bij deze kaart. Maar hierbij krijg ik wel dat alles wat ons wat angstig heeft gemaakt voorheen, of alles wat ons wat tegen heeft gehouden, dat met deze energie kan overwonnen worden. Dus dat we steeds meer gaan geloven in onszelf. Ik heb daar net al aan gehaald, hè, dat we misschien heel anders naar onszelf kunnen kijken. Maar door net die kracht in onszelf te voelen, dat we inderdaad misschien wat angst kunnen overwinnen. Of bepaalde dingen die ons in het verleden wat stress hebben bezorgd, dat we dat dan definitief achter ons laten. Oké, ik ga eens kijken naar de energie die ja, rondom ons aanwezig is. Dat kan een ondersteunende energie zijn. Het kan ook een energie zijn die ons wat uitdaagt. Oké. Ja, ik krijg een heel fijn gevoel bij deze reading. Zeer krachtige kaarten. Zeer stevige. Maar ook in het veilige stukje. Het sacrale heb ik in de video voor de maand juli aangehaald. Het sacrale. Je veilig voelen bij jezelf. Vertrouwen op jezelf. Even kijken wat er rondom ons aanwezig is. Goh, de twee van vuur. Dat is voor mij de kaart van mogelijkheden. Van ja, zaken die wij die eens mogen gaan kijken. Hè, wat we nog meer kunnen gaan doen. En ja, voor mij is, ik krijg bij deze kaart telkens het gevoel. Hè, de twee van staven, een deur die open gaat. Wij die wel eventjes afstand kunnen nemen. Dat past natuurlijk bij steenbok-energie. Even afstand nemen en kijken wat er allemaal is. Maar in dit geval vooral wat er mogelijk is. Dus de energie biedt ons of helpt ons om die dingen te zien die we voorheen nog niet zagen. Om even inderdaad ofwel wat afstand te nemen of het grotere geheel wat te gaan bekijken. Zodanig dat we kunnen zien van ja, waar kunnen we voor kiezen vanuit onze eigen energie. En ons vooral daarvan bewust te worden dat er meerdere zaken zijn waar we voor kunnen kiezen. Dat we ofwel meerdere dingen kunnen doen, of dat we dat er nog wel ja, meer mogelijk is dan hetgene wat we voor ogen hadden, of wat we misschien al hadden gepland. Dus het is een kaart, hè, die samen met die overvloed aangeeft dat, ja, dat de energie ja, het allemaal een beetje opentrekt eigenlijk. Hè. Voor mij is dat een stukje. Ja, alsof de energie er op dit moment voor zorgt dat alle blokkades uit de weg worden geruimd, dat de dingen veel makkelijker kunnen gaan. En dan krijg je dat yin-yang gevoel, zowel mannelijke als vrouwelijke energie, dat veel meer in balans komt. Nu, het is wel aan ons om daar contact mee te maken met dat stukje uiteraard, want het is de energie die rondom ons aanwezig is. En dat we even gaan voelen vooral vanuit een evenwicht, vanuit die energie, wat kunnen we daar effectief mee gaan doen? Of wat kunnen we nog meer gaan doen? Wat is er nog meer mogelijk? We mogen ons blijkbaar heel erg bewust worden van de overvloed en van het feit dat wij ook veel meer kunnen dan we misschien denken of dachten. Oh ja, en ik kijk eventjes in de handleiding, hè, de tarot van het goede, van ja, wat wordt er hier weergegeven? En ja, hier staat ook letterlijk, heb vertrouwen in het onbekende. En dat heb ik daarnet ook al aangehaald. Hè, dat we, zeker met die zes van water, hè, dat we mogen vertrouwen op dat gevoel. Datgene wat we nog niet zien. En hier bij deze kaart ook. Hè, vertrouwen op hetgene wat je nog niet ziet. Hè, op het onbekende. Of hè, wat
Hier zijn van nieuwe gevoelens, heel nieuwe zaken die in ons leven kunnen komen. Een andere manier van doen, van werken, een andere aanpak. Dat kan ook. Maar ja, ook creativiteit, hè, komt hier ook naar voren. Ja, voor mij is het duidelijk het universum of de kosmos die ons wil laten zien wat er nog meer mogelijk is en waartoe we vooral zelf in staat zijn. Oké, die kwam snel. Het inzichtje, wat helpt ons verder, wat kan ons verder helpen? De schildknaap van lucht, van zwaarden. Nu, dat heeft te maken met communicatie. Wij die de dingen op een heel andere manier naar buiten kunnen brengen. Hier voel ik wel gelijk van, oké, we kunnen dingen definitief loslaten. Dit is echt ook een andere manier van denken. Een totaal andere kijk krijgen op bepaalde zaken. En ook op een heel andere manier gaan communiceren. Dingen naar buiten gaan brengen. Goh, moet ik toch eventjes op invoelen. Ja, de schildknaap, hè, is het ontdekken. Wat mogen we nog meer gaan ontdekken? Onze aandacht verleggen. Zijn er dingen die we nog niet zien? Waar kunnen we nog helderheid in scheppen? Wat kunnen we nog duidelijker maken voor onszelf? Zijn er bepaalde gedachten of ideeën of overtuigingen die ons nog tegenhouden? Dit is de algemene kaart die zegt, hè, we kunnen nieuwe ideeën krijgen. We kunnen de dingen op een heel andere manier gaan zien. We kunnen ons plots gaan focussen op iets helemaal anders. Hè? Dat iets ons plots onze aandacht trekt en dat we eigenlijk ook geïnspireerd worden plots door iets heel nieuws. Nu, voor mij geeft dat ook aan dat we onszelf heel anders kunnen gaan bekijken, dat we een heel ander beeld krijgen van onszelf, maar ook van ons kunnen, dus waartoe we in staat zijn. Dus het is een kaart die zegt van we kunnen nieuwsgierig gemaakt worden door bepaalde zaken die gebeuren of wat, dan gewoon die we zien gebeuren. En nieuwe ideetjes die naar boven kunnen komen. Ik blijf nog eventjes bij communicatie, want ik voel wel ook het keelchakra. En dan kom ik gelijk ook uit op onze manier van denken. Hoe kijken wij naar bepaalde zaken? Hoe kunnen we dat uiten? Niet altijd onder woorden, maar gewoon. Hè, hoe kunnen we dingen ten eerste voor onszelf vormgeven, maar ook hè, dat we onszelf laten zien op een manier waardoor we toch ergens een bepaalde boodschap kunnen overbrengen of datgene gewoon wat voor ons belangrijk is. Dus er zit toch wel iets. Het is toch een kaart die zegt dat we iets kunnen overbrengen, dat we iets kunnen delen eigenlijk hè, met de ander. Iets wat we zelf hebben geleerd of een inzicht wat we hebben gekregen, wat we kunnen delen. Nu, in het collectief wil dat voor mij zeggen dat heel veel mensen tot andere inzichten gaan komen, de dingen helderder gaan zien, klaarder gaan krijgen voor zichzelf. Ja, en daar ging de camera even. Oké. Ja, ik was eigenlijk net aan het zeggen dat ook vanuit het collectief heel veel mensen de dingen heel anders kunnen gaan zien. Totaal ander beeld kunnen krijgen. Maar wat mij het meeste opvalt is steeds meer mensen dat willen delen of dat gaan willen communiceren met anderen, waardoor veel meer mensen elkaar gaan vinden. Dus het gaat niet echt om een mening, maar eerder hoe wij de dingen aanvoelen. Maar vooral in alle gelijkheid, hè? Niet om de ander te overtuigen of om een bepaald gelijk te halen, maar eerder vanuit, ik heb een bepaalde visie, ik heb een bepaalde kijk op de dingen, of ik ben tot een bepaald inzicht gekomen. Wat denk jij daarvan? Hoe voelt dat voor jou? En dat er zowel vanuit gevoel als vanuit een bepaalde manier van denken toch een connectie wordt gemaakt. Vind ik wel mooi dat het en misschien zelfs bevrijdend voor velen. Je hoeft het niet meer in jou te houden. Je mag zeggen wat je ziet, wat je voelt, wat je denkt, wat voor jou belangrijk is. Zonder een bepaalde druk te voelen of misschien bang te zijn. Dus het
kom steeds terug in deze readingen. Een heel open energie waar meer mogelijk is, waar we blijkbaar meer onszelf kunnen of mogen zijn. Zonder minder weerstand eigenlijk. Minder weerstand of minder, minder druk van buitenaf. Ik ga eens kijken hè, waar die... Want de schildknaap is zo'n... Het is een behoorlijk jonge energie. Dus dat zijn nieuwe gedachten, nieuwe ideeën. De dingen plots op een heel andere manier zien. En het ook dan op een andere manier naar buiten willen brengen. Of willen delen met anderen. Oké. Blijkbaar twee kaarten. De schildknaap van water. Dat is dus echt... Ja, nieuwe gevoelens. Iets wat ik daarnet al eigenlijk heb aangehaald. Dus door een... Je zou letterlijk kunnen zeggen... Door een nieuwe manier van denken... Of omdat we de dingen heel anders bekijken... Het is alsof dat we dan zelf iets openzetten... Dat we zelf meer ruimte creëren. Hè? Met die engel, met die vleugels. Ik vind het zo mooi. Ik kan het nog een keertje laten zien. Het is echt... onze vleugels uitslaan... En dan nog die hele grote vleugels... Onszelf ruimte geven... Door... Onze gedachten eigenlijk een beetje vrije loop te laten om ons misschien ook los te koppelen van eerdere gedachten of op bepaalde zaken die we geleerd hebben om dat los te laten. Creëren we ruimte, zetten we iets open en maken we ons klaar om de dingen op een heel andere manier te gaan ervaren. Hè? Heel nieuwe gevoelens binnen te laten. En dan als eindkaart kracht. 8 uit de grote arcana. Dus deze twee kaartjes kwamen heel duidelijk hier naar voren. Dus deze volle maan wil ons toch op dat punt brengen dat we de dingen heel anders durven ervaren. Dus het is ook een beetje het durven, het aangaan van bepaalde dingen, het durven in het nieuwe stappen en niet bang zijn om heel onbekende zaken tegen te komen of in wat onbekende of onwennige situaties terecht te komen, omdat we net die kracht hebben. Nu, als deze kaart naar voren komt, dat wil zeggen dat we een lange weg hebben afgelegd, dat we vaak op onze eigen energie hebben moeten vertrouwen, dat we heel weinig voeding van buitenaf hebben gekregen, maar dat het er net heeft voor gezorgd dat we zijn doorgegroeid en dat we nu eigenlijk ons licht kunnen laten zien. Ik hoop dat het duidelijk is. Hè? Het licht wat binnenkomt, de stralen vanuit linksboven. Hè? Wij die helemaal in het licht komen te staan. Maar dat is onze eigen verdienste. Hè? We hebben doorgezet. En dat is nu ook een beetje de boodschap van deze volle maan. Blijf geloven, blijf doorzetten. Doe gewoon verder. Ook al zie je niet exact waar het naartoe gaat, volg je intuïtie, volg datgene wat jou wordt aangegeven of wordt ingegeven. Maar weet ook, we zijn doorgegroeid, we zijn gegroeid op eigen kracht. We kunnen nu vertrouwen op onszelf en die maan in steenbok, die wil ons dan nog eens laten voelen dat we stevig staan. Maar ik vind het ook wel mooi met die waterenergie, want... daardoor kunnen we steeds beter omgaan met verschillende gevoelens. Af en toe misschien een mix van emoties. Kunnen we daar eventjes afstand in nemen. Even terug gaan aarden, maar dan vanuit het hart. Even weer bewust aanwezig zijn, bewust durven voelen. Ook een onderscheid maken. Hè? Dat zegt deze kaart dan eerder van gevoelens van voorheen. Hè? Bepaalde zaken die vroeger zijn gebeurd, die... bepaalde zaken in ons aangeraakt hebben die we dan misschien definitief mogen loslaten en dan heel nieuwe gevoelens die kunnen binnenkomen, dat we daarin een heel mooi onderscheid kunnen maken door eventjes afstand te nemen, ons vooral op onszelf te focussen en die kaart van kracht. Ik ga er toch maar nog eens kijken in de handleiding, de tarot van het goede, dat we eigenlijk oneindig veel kunnen gaan doen. En dat alles wat er in ons leven gebeurt, een reden heeft uiteraard. Maar ook vertrouwen op timing. Op dat alles gebeurt op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden. Gewoon ons focussen op onszelf en vertrouwen op de energie.
En ja, vooral de moed hebben om inderdaad door te zetten, zoals ik al zei. En dat we, dat we in staat zijn om heel veel te manifesteren. En hier wordt ook gesproken over mirakels, wonderen, ja, onverwachte zaken die toch kunnen gebeuren. Dus dat wij in staat zijn om dingen waar we eerder van dachten dat we daar niet toe in staat waren, dat we dat toch kunnen manifesteren, dat we dat toch naar voren kunnen brengen, dat we daar iets mee kunnen gaan doen. Het is eigenlijk het universum dat door ons heen werkt, hè, via ons werkt, hè, de energie die zich een weg zoekt door ons en wij die dit nu mogen, ja, die daar iets mee mogen gaan doen. Ik vind het wel heel mooi gezegd hier. En dat we sterk genoeg zijn, hè, om dingen te veranderen, dingen zelf te verschuiven. Dus er gebeurt heel veel in de energie. Hè. Dus we zitten in een shift, we zitten in de overgang, die hebben we al gehad. Maar hè, nu is het gewoon vooral het aanpassen. Maar wij zijn ook sterk genoeg om daar beweging in te brengen. Om te zeggen van oké, ja, dit duurt al te lang. We gaan hier zelf iets in teweeg brengen. En hier ook staat ook letterlijk het overwinnen van obstakels. Over obstakels heen stappen. Ons niet meer laten tegenhouden door wat het ook is. En dat is een beetje wat ik hier had. Misschien is het niet echt een angst, maar toch bepaalde zaken, gevoelens. Inderdaad, misschien bepaalde overtuigingen die ons lang hebben tegengehouden, dat we daar nu overheen stappen. En ja, ik vind het wel een mooie kaart, hè? Zoals het wordt gezegd, dat we in staat zijn om zelf veranderingen aan te brengen, dingen in beweging te brengen, omdat we het vooral voelen. Hè? Omdat ons gevoel zegt van oké, we zijn klaar voor een heel nieuwe ervaring, maar we nemen het heft wel in eigen handen, omdat we voelen dat we krachtig genoeg zijn. We hebben al een hele weg afgelegd. Dat heeft ons alleen maar sterker gemaakt. En nu is het een kwestie van doorzetten. En ja, uiteraard ook opkomen voor onszelf. Oh, zeer bijzondere reading vind ik dit. Ik ga er zo meteen een foto van nemen. Ik zal deze ook plaatsen in de community. Geef me zeker een likeje als je wat hebt gehad aan deze reading. Laat ook zeker iets achter in de opmerkingen. Misschien wat deze kaarten bij jou naar boven brengen. En dan wens ik jullie vooral een fijne volle maand toe. Het wordt een warme week, dus geniet van het mooie weer. Neem vooral nog wat voldoende rust. Maar dit is een heel open, fijne energie, dus heel veel is mogelijk. Dus ik ben zeer benieuwd. Maar geniet er vooral van. Ik stuur jullie heel veel liefs toe. En tot de volgende video. Dag!